Beste Makey Makey gebruiker, in deze video kom je te weten hoe je de Makey Makey moet gebruiken en hoe te implementeren binnen het klasgebeuren. Wat is een Makey Makey? Met de Makey Makey kan je verschillende functies van de computer overnemen door alledaagse voorwerpen te verbinden met de computertoetsen. Wat zit er in het doosje? Het Makey Makey moederbord, een USB-kabel, 7 krokodillenkabeltjes, leuke stickers en de handleiding. Makey Makey heeft een eigen site met allerhande programma's waarbij je de Makey Makey kan gebruiken. Maar ook kan je zelf een programma naar keuze schrijven, bijvoorbeeld met Scratch. Hoe moet je nu de Makey Makey aansluiten aan je toestel? Plug de USB-kabel in je computer en het andere uiteinde in het Makey Makey moederbord. Kies vervolgens een dagelijks voorwerp zoals plasticine en maak hiermee bijvoorbeeld pijltjes toetsen en een spatiebalk. Neem vervolgens de krokodillenkabeltjes. Plaats één uiteinde op het Makey Makey moederbord en het andere uiteinde in de plasticine. Dit doe je voor alle kabeltjes. Met het laatste kabeltje connecteer je jezelf met de aarding van het moederbord. Dit vind je onderaan. Nu is het heel belangrijk dat je zelf geconnecteerd blijft met het Makey Makey moederbord. Dit doe je door bijvoorbeeld het laatste uiteinde te koppelen aan bijvoorbeeld een armband. Je bent nu klaar om je Makey Makey uit te proberen. Uiteraard kan u Makey Makey ook implementeren in het klasgebeuren. Wij tonen jullie een voorbeeldje tijdens de les wiskunde aan de hand van Scratch. Hier is het lood van het potlood de geleider, dit ter vervanging van de plasticine. Connecteer opnieuw de kabels op de juiste manier. Zorg ook dat je potloodlijn voldoende dik getekend is, zodat er zeker geleiding ontstaat. Je bent opnieuw klaar om je Makey Makey uit te testen. 1 plus 1 is... 2. Hopelijk hebben wij jullie kunnen helpen met deze video en wordt het gebruik van jouw Makey Makey een makkie makkie.